Ik sta hier als een Cobra Fighter van de Great Cobra Army van G.I. Joe. Ik ben als Darth Maul en zij als Darth Talon, allebei van Star Wars. Ik ben als Ari van League of Legends, dat is een online game. Een zombie van The Walking Dead. Het is gewoon niks leukers dan zombies spelen. Het is gewoon zo geweldig. Ja. Als een Ghostbuster. En dat is het leuke aan Ghostbusters. We kunnen eigenlijk ook een beetje een eigen draai eraan geven. Ik ben hier als Green Ranger van Mighty Morphin Power Rangers. Een Sneeuwwitje. Omdat ik zelf een hele witte huid heb en ik dacht van nou, dat lijkt me wel leuk. Ik ben als Harley Quinn roller derby. De vriendin van de Joker, van Batman. Nu zo ben ik 6 keer als dit karakter gecosplayt. Nou, je werkt er maanden aan. En om het dan af te hebben en aan te hebben, dan heb je toch wel het gevoel van ik heb iets bereikt. En je hebt best wel veel creatieve vrijheid. Je hebt het zelf ontworpen helemaal. En ja. Nee, dit heb ik laten maken. Zo handig met naald en draad ben ik ook weer niet. Ja, het is echt de reactie van mensen. Die hebben zoiets van geweldig. Dus voor hun echt jeugdsentiment. En die reacties, daar doe je het echt voor. En het is zelf leuk om te doen. Sentiment, nostalgia, coolheid. Nou, je blendt eigenlijk best wel in ermee. Het is ook een groot aantal mensen wat toch in een outfit gekleed gaat. Ik vind Harley Quinn gewoon een geweldig karakter. Erg fanatiek en altijd blij. En zo ben ik ook eigenlijk. Dus ik voel me aangesproken door Harley Quinn. Op een gegeven moment rol je er gewoon ook in. Het is ook echt een hele leuke wereld. Ons kent ons en het is ook allemaal heel gezellig, vind ik ook wel. En ook allemaal ideeën uitwisselen en allemaal dat soort dingen. Ja, het is gewoon heel anders. Het kan eigenlijk gewoon iets heel levenloos zijn. Je hoeft je niet voor de buitenwereld als een andere persoon te gedragen. Je kan gewoon doen wat je wilt doen. En mensen lekker op een stuipel op het lijf jagen natuurlijk. Hè? De eerste keer dat we deze twee doen. Ja, een soort van fanverband wat je met zo'n karakter opbouwt. Het hele universum waar dat bij hoort. Daar krijg je toch zeg maar zo'n verbintenis mee dat je het gaaf vindt om een keer uit te proberen.